Hey kijkers van mijn kanaal, hier weer een nieuwe video. Vandaag moest ik gewoon weer voetballen. Een uitwedstrijd bij USV hebben we met 2-2 gelijk gespeeld. Ze had heel veel, nogal een leuke wedstrijd. Het was voetbal wat gezien was het geen goede wedstrijd. Dat weten wij zelf ook. Je komt op in de eerste helft op een 1-0 achter door een penalty. Hoi! Op 1-0 achter. Door een penalty. Als hij terecht is of niet, ik weet van niet. Speler kon er niet meer bij de bal. En de scheidsrechter had eigenlijk fluiten appel. Dus dat vind ik jammer. Ja, het is eigenlijk eerst even ook geen goed voetbal. Je speelt vooral de lange bal. Een beetje achter de verdediging proberen hem te leggen. Lukt niet echt. Is jammer. Dus ik denk dat dit voetballend gezien onze slechtste wedstrijd was. Dan ga je de rust in. Ga je naar een bakje thee even drinken. Een toch wel een rustige rust bij ons in de kleedkamer. Succes eigenlijk. En dan ga je de tweede helft in. Ja, eigenlijk het begin van de eerste tweede helft is een beetje hetzelfde spelbeeld. Kom je later bij een goal is wordt er even niet meegelopen met je man. En dan staat het 2-0 voor USV. Ja, en dan moeten we ons wel weer gaan oppeppen voor minimaal een punt. Dat is dan op de doelstelling. En dat gaan we ook proberen, zeiden we met z'n allen. En die komt er ook. Nou, dat dus komt mooi aan vanaf links. Met een ingooi. Richting... Gert-Jan of Mensoer, die steekt richting Jasper. En die rondt op gewoon koelbloedig af. Dan wordt het 1-2. En ik begon trouwens ook nog in de basis, centraal achterin. En ook later, het werd ook nog 2-2. Maar op een gegeven moment, ik moest eraf. Want we gingen op een gegeven moment ook alles of niet spelen. En op een gegeven moment, je moet iets. En dan wordt alles niet, wordt ik eraf gehaald. Danny in de spits. En dan scoort hij ook nog de 2-2. Dat is toch wel mooi. En hopelijk kunnen we dit klein doortrekken. En dan wordt Danny er ook afgehaald. Kom ik er weer in. Als viermans defensie. En ja. En dan moet je proberen de punten te bouwen. Maar ik vond het op zich. We hebben in ieder geval wel veerkracht getoond. Dat is belangrijk, vind ik. En hopelijk kunnen we de lijn ook doortrekken. Maar we hebben op zich ons collectief redelijk gespeeld. Maar ook nog de laatste minuut maakte Jasper een overtreding. Gaat dus een duel om de bal. En dan valt de bal eigenlijk onze kant op. Waardoor Jasper eigenlijk de bal en de. En de bovenkant van zijn bovenkant scheenbenen van de tegenstander raakt. En ja, die raakt geblesseerd. En die ligt er een tijdje uit, denk ik. En dus floot op een gegeven moment ervoor werd het bekend. Ja, niet bekend. Dus floot scheidt maar af, omdat het waarschijnlijk wel een ernstige blessure is. Dus floot de scheidt af en dan eindigt onze wedstrijd in de 2-2. Dus ik hoop... dat wij volgende week thuis tegen ZSC onze lijn kunnen doortrekken en dan ook wel tegen STOL. Hopelijk dat wij die lijn gewoon kunnen doortrekken. Dus daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. En jongens, smash dat blauwe duimpje allemaal omhoog voor op deze video. En laat een leuke reactie achter, smash dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je het niet hebt gedaan. En dan zien we gauw terug. Nieuwe video. Ciao, ciao.